gebaseerd op mijn eigen ervaring. Het gaat over een meisje dat opgroeit in een achterstandswijk. En vanuit die positie naar het zelfstandig gymnasium gaat. En ze moet, zo jong als ze is, moet ze dus omgaan met twee totaal verschillende werelden. Waarin heel andere regels gelden. Heel anders dan ze gewend is ook. En de reden dat ik dit boek heb geschreven is omdat er al zo ongelooflijk veel gezegd en geschreven is over deze multiculturele samenleving. Maar het is altijd van bovenaf. Van bovenaf naar beneden. En nu heb ik een keer een boek geschreven dat het van binnenuit naar bovenaf laat zien. Dat is het ging.